Iedereen bestelt wel een carpaccio bij een Italiaan en vandaag zal ik u tonen hoe je dat zelf kan klaarmaken. We gaan ze afwerken met een lekkere crème van truffel. Benvenuti. Ik heb hier de volkoren lasagna verdure van Comia Casa. Een zeer lekkere, gezonde lasagne met heel veel groenten. Die gaan we gedurende 25 minuutjes op 180 graden in de oven steken. Nu gaan we onze carpaccio klaarmaken. We gaan er een zeer lekkere crème van zomertruffel aan toevoegen. Daarbij nemen we onze mascarpone. Mascarpone, de zachte kaas, bekend van de tiramisu. Een klein beetje toevoegen, 2 lepels. Dat is voldoende. Dan een klein beetje mayonaise. Juist, een tikje. Mooi mengen. We gaan een klein beetje olijfolie aan toevoegen. Die mooi zachter en smeug klaar te maken. Kijk, dat mooi loskloppen. We gaan er een klein beetje lekkere bieslook. Die contrast is zo heerlijk dan. Zeer heel fijn hakken. We gaan er een zeer lekkere zomertruffel, eigenlijk dat gaat het maken. Klein beetje schaven. Probeer alsjeblieft geen truffelolie of zo te gebruiken. Zeker ook niet truffel in de pot, helemaal niet. Moet je geen truffel hebben, is dat even lekker. Maak geen zorgen. Kijk eens hier onze crème. Geen zout of peper aan toevoegen, dat gaan we zelfs bij de carpaccio doen. We gaan eigenlijk onze crème uitstrijken op deze bord. Hier gaan we onze carpaccio mooi rond erop leggen, zelfs. We gaan onze carpaccio snijden. Het woord eigenlijk carpaccio is eigenlijk alles wat rauw in dun plakjes te snijden. Dat gaan we ook hier nu doen. Zeer mooi. Als je zelf eigenlijk een stuk rundvlees gaat snijden, plaats je 1,5 uur in diepvries. Dan komt het ook gemakkelijker om die dun plakjes te snijden. Je ziet hier ook niet te lang in diepvries. Anders krijg je ook het effect van water op je bord. Vraag anders bij de slager mooie dun plakjes van rundvlees. Rundplakketjes noemen ze dat. Dan kun je ook een zeer lekkere carpaccio thuis klaarmaken. Beste stuk voor te gebruiken voor carpaccio's ossehaas. We gaan ze eigenlijk mooi dresseren. We gaan ze op smaak brengen. Klein beetje fleur de sel, sale marino. Zeker peper. Klein beetje rucola. Zeer bekend in onze Italiaanse keuken. Ook wordt veel gebruikt voor insalata caprese of een zeker lekker salaatje. Hier hebben we een zeer lekker stuk van parmigiano reggiano. Ideaal voor carpaccio. Je kunt ze eigenlijk schilfertjes maken, maar we gaan er eigenlijk mooi aan raspen. Dat vond ik een hele lekkere, verfijnde smaak. Heerlijk. Klein beetje lekkere olie d'oliva. Ook niet te veel. Kijk, een beetje op dat salaatje. Wie dat eventueel heeft, een mooie zomertruffel. Een klein beetje schaven. Onze carpaccio is klaar. Kijk eens hier. Heerlijk. Dat eten toch, dat brengt toch echt in de moed. We gaan eens kijken hoe met onze lasagne is. Geweldig, zo'n lekkere, goede portie van deze lasagne. Volrijk met groenten. Ideaal bij zo'n carpaccio. Voilà, signore. Kijk eens hier. Wat een super combinatie. De lekkere volkoren lasagne, carpaccio. Jullie gaan dat zeker klaarmaken. Volg de recept op Jan.tv. Ik wens u heel veel geluk met deze recept. En buon appetito!